Ik zeg gewoon, ik lieg niet. Ik zeg gewoon de waarheid. Ik weet wat ik zelf fout heb gedaan. En ik wil gewoon behandeld worden. Dat is wat ik nodig heb. Ik wil gewoon nog een kans op een goed leven kunnen hebben. Eerder verklaarde de 43-jarige Lothar M. aan de politie al dat hij verantwoordelijk is voor de brand in Meidrecht, waardoor in 2008 twee panden in de as werden gelegd. Vandaag doet hij dat nog eens in de rechtbank. Ik heb geen zin in lange inhoudelijke zaken en dat soort dingen. De verdachte die kwam in beeld voor iets anders. Daarvoor werd hij opgepakt. En toen heeft hij gezegd, hey, die brand, daar zat ik achter. Dat heb ik gedaan. Bij de brand die ontstond in een stomerij aan de Meidrechtse Dorpstraat kwam een 75-jarige man die erboven woonde om het leven. Dat het zo afloopt zo, op zo'n leeftijd, dan, ja, dat is toch wel erg. De verdachte uit het Gelderse Epse heeft dus bekend. Maar daarmee is de zaak niet zomaar afgerond. Daarvoor moet nog meer bewijs worden verzameld. En dat extra bewijs dat kan iets technisch zijn. Bijvoorbeeld over hoe is die brand ontstaan. Is dat aangestoken of is dat door een technisch defect? Het kan ook zijn dat iemand hem daar heeft gezien. Of dat uit telefoongegevens blijkt dat hij daar was rond die tijd. Dus er is nog wel iets extra's nodig om iemand te kunnen veroordelen. Sowieso is het OM nog wel even druk met onderzoek naar de verdachte. Want de man zegt verantwoordelijk te zijn voor nog veel meer branden. Hij stak destijds naar eigen zeggen ook veel coniferen in brand. Ik heb heel veel verkeerde dingen gedaan. En wat ik heb bekend is nog maar 2% van wat ik heb gedaan. Ja. Dus ik bedoel, er speelt nog veel meer met mij. De rechtbank beslist vandaag dat de verdachte moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.